ik ging schrijven in mijn boekje. En ik schreef op, vandaag wordt een goede dag. En ik dacht, ik ga jullie meenemen in deze dag. Ik ga proberen een fijne, goede dag van te maken. Ik ga dingen doen waar ik gelukkig van word. Dingen doen die ik heel erg leuk vind. Ik heb nog iets heel erg leuks voor jullie. En ik ga jullie lekker meenemen vandaag. Ik heb een heerlijk chill en rustig ochtendje gehad. Was lekker vroeg opgestaan. Dan heb ik lekker ontbeten. En ik ga zo meteen naar therapie toe. Naar Laura. Dat vind ik altijd heel erg fijn. Dus dat is sowieso al een begin van een goede dag. Dan ga ik daarna of even de stad in of gelijk naar huis toe. En vanmiddag heb ik wat heel erg leuks. Ik word namelijk vanmiddag geïnterviewd voor de krant. Er komt een heel artikel over mijn verhaal in de krant. En dit vind ik zo mega mooi en bijzonder. En ben ik zo dankbaar voor dat iemand gewoon heeft gevraagd om mijn verhaal te mogen delen aan anderen. Dat is wat we vandaag ook gaan doen. En voor de rest gaan we nog allemaal kijken wat we vandaag gaan doen. Ik heb er zin in en ik neem jullie lekker mee. Was best wel heavy, dus ik vind dat ik een heerlijk lekker Starbucksje heb verdiend. Let's go. Ik moet heel snel zijn, want ik heb mijn auto ergens staan waar die niet mag staan. Yummy! Oh, wat is het koud. Ik heb nu letterlijk gewoon... Mijn auto mocht hier niet staan. Ik heb echt heel veel geluk gehad zonder 3 politiebusjes. Als ik nu een boete had gehad, had ik letterlijk een boete geriskeerd alleen maar om Starbucks te halen. Ik heb dus een lekkere matcha latte met sojamelk en vanille. En ik heb als lunch net even deze Jamaica saladebol gehaald bij de Apituro. Want dat vind ik lekker. En ik ga vandaag lief voor mezelf zijn. Vandaag is een goede dag. Dus dat trakteer mezelf gewoon lekker. Nu ik zal naar huis rijden. Ik heb alleen één probleem. Mijn 4G op mijn telefoon doet het al bijna een week niet. En ik weet niet precies hoe ik vanaf deze plek naar huis rijd. Maar dat gaan we achterkomen. Ik zie jullie thuis hopelijk. Inmiddels ben ik thuis. Nog heerlijk aan het genieten van mijn Starbucksje. Ik vind dit zo lekker. Ik ga nu eventjes naar school, want dat moet ook gebeuren. En ik weet dat als ik dat af heb, dat ik me daar ook goed van ga voelen. Dus ik ga even schoolopdrachten maken die ik nog even moet inhalen. Omdat ik de laatste tijd best wel veel van school gemist heb, ga ik dat even doen. Het is nu 11 uur, dan ga ik daarna denk ik even lunchen. En dan heb ik al het gesprek met de krant. Leuk, leuk, leuk. Ik word net geappt door de mensen van de krant. En er komt ook een fotograaf. Dat wist ik helemaal niet. Ik ga nog niet aan school. Ik ga eerst zorgen dat ik er fatsoenlijk uitzie. Ik dacht... Ze halen een foto van mijn Insta of zo. Maar dat is niet. Dus ik ga nu het huis opruimen. Want ik weet niet wat ze van plan zijn te fotograferen. Mijn kamer moet ik dan ook echt opruimen. Want dadelijk ben ik op mijn kamer. Oh, ik vind het heel leuk. Maar ik wist niet dat er een fotograaf komt. Ik ben nog nooit op de foto geweest voor een fotograaf. Alleen op de schoolfoto. Maar het is lekker uit mijn comfortzone. We gaan dit doen. Let's do this. Ik ga me klaarmaken. Ik ga even mijn lunch opeten. Ik heb gewoon dit aangehouden trouwens. Ik vind het wel prima. Kamer is opgeruimd, keuken is opgeruimd. Geen idee waar ze foto's zullen maken. Maar dan is het in ieder geval gedaan. Ik weet niet of ik daar iets van kan filmen. Ik zal het proberen. En dan zie ik jullie zo. Oké, de krant is geweest, de fotograaf is geweest. Dit was zo'n vette ervaring. Ik vond het echt leuk. Ik heb alle vragen gewoon lekker eerlijk beantwoord. Die fotograaf was ook echt heel erg aardig. We hebben in heel de tuin foto's gemaakt die erbij komen. Die man, zijn camera was niet normaal groot. Het was echt heel erg vet. Het is echt mijn droom om nog een keer zo'n grote camera te kopen. Als ik daar ooit geld voor heb. Dit was echt heel erg leuk. Ik heb als het goed is, eigenlijk morgenochtend doorgestuurd hoe het artikel is geworden. Dan mag ik hem even checken. En dan komt hij van de week ergens zo in de krant. Echt heel erg vet. Ik ben ook echt benieuwd wat voor reacties hierop komen of zo. Ik heb het niet echt op social media gezet. Alleen in mijn privéverhaal. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe het verhaal zelf gaat worden. En hoe ik daarnaar kijk. Het was echt, echt oprecht een leuke ervaring. Thank you.
Het is inmiddels 8 uur. Ik lig eigenlijk al best wel heel erg lang ziek op bed. Omdat ik echt kotsmisselijk ben. Heel erg buikpijn. Zo weer eens met mijn darmen zijn. Er is altijd iets met mijn darmen. Maar deze keer voel ik me gewoon echt ziek. Dus ik lig lekker in bed. Ik zat gisteren de YouTube video's van Iris Welle te kijken. Die voel ik al een hele lange tijd. Ik vind dat ze echt hele leuke video's maakt. En gewoon de vibe waarin ze doet vind ik heel erg leuk. En gewoon een leuk persoon. En die was met iemand die ook een YouTube kanaal had. Hij heet Will's Camera. Die Iris die is een Nederlands meisje die vlogt in het Engels. En die Will komt geloof ik uit Amerika, vlogt ook in het Engels. Maar gewoon hun vibe qua video's echt. Ik vind dit zo leuk. Ik ben ook gelijk op hem geabonneerd. Ik ben gelijk allemaal video's van hem aan het binge-watchen zoals je ziet. Ik heb toch niks te doen. Ik voel me beroerd. Ik vind dat dit mag. Echt. En gewoon aan het genieten ervan. Verder ga ik nu even een leuk kaartje naar iemand sturen die dat verdient via Greets. Gewoon even een lief tekstje. Dat vind ik wat leuk om te doen. Want dat vind ik zelf ook al wel heel leuk om te doen en om te ontvangen. Dus ga ik dat ook voor iemand anders doen. Maar eerst heb ik ook nog iets leuks voor jullie. Daar hebben jullie ook echt wat aan. Dus maak er gebruik van. En laten we gaan kijken wat het is. En dan nu heb ik wat heel erg leuks voor jullie. Zoals jullie weten ben ik gek op kleding van Chiquelle. Ik draag het heel vaak en het zit gewoon super lekker. Chiquelle is een Zweeds merk, maar heeft ook online stores in Nederland. Met goede kwaliteit producten en mega snelle verzending. Ik heb weer super leuke producten van Chiquelle mogen ontvangen. Die jullie nu stuk voor stuk gaan zien in een soort van lookbook. Dat zijn de producten. Ik heb ze heel de week doorgedragen en ze zitten super lekker en ik ben er mega blij mee. Ik zal een beetje vertellen over de producten. En ook heb ik aan het einde nog een super leuke kortingscode voor jullie. Als eerst deze geweldige trui. Ik denk echt dat dit mijn lievelingsoutfit is geworden met die bodywarmer eroverheen. Ik vind het zo'n leuk shirt. Hij is een beetje wit-grijsachtig. En er staat Monaco French River op. Ik vind het echt heel erg leuk. Hij is heel lekker zacht, zit lekker, lekker warm. En zoals jullie net ook gezien hebben, heb ik ook nog dit superleuke topje. Dit vind ik echt heel erg leuk, vooral voor in de herfst. Een lekker herfstkleurtje, zit hij lekker warm. Je kan het echt letterlijk overal combineren. Het zit super chill, maar het ziet er wel netjes uit. Dus dit was echt perfect in je kast als het herfst is. Dan hebben we ook nog deze superleuke trui. Die zit net zo heerlijk als die andere trui die ik jullie net liet zien. Hier staat West Virginia op. Ik vind deze kleuren gewoon echt geweldig bij elkaar staan. Met een leuke broek erop is dit gewoon een superleuke outfit. Het is maar een trui. Maar het lijkt gewoon of je je best hebt gedaan op een outfit. Puur omdat die trui er zo leuk uitziet. En dan als laatste deze bruine trui die jullie net ook hebben gezien. Zo'n dingetje op. Dus je kan hem ook aantrekken. Hij is niet heel erg lang. Je zou hem ook als crop top kunnen doen. Als je dat ding hoog aantrekt en hem dan omvouwt. Ziet er ook heel leuk uit. Ook weer een heerlijk herfstkleurtje. En een beetje een fleece stofje. Een fijn ding. Dan waren dat alweer alle producten die ik van Chiquelle heb mogen ontvangen. De linkjes van al deze producten staan sowieso in de beschrijving. En dan heb ik nog een superleuke kortingscode voor jullie. Jullie kunnen namelijk met de code MEGANMEE20, ik zal hem hier ook even in beeld zetten. De code geldt voor de hele website behalve de sale en de beautyproducten. En voor de rest kunnen jullie overal mijn code op gebruiken. De code is geldig tot 5 dagen nadat deze video online is gekomen. Hou dat dus even goed in de gaten. Als jullie nou iets hebben gekocht met de kortingscode, stuur het dan even naar mij op Insta. Dat vind ik altijd superleuk om te zien. Heel erg bedankt Chiquelle voor deze superleuke en fijne producten. Dan was dit ook alweer de video. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als nou zo, zeker een duim omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!